Dodenherdenking 2021. Hoe graag had ik hier samen met u gestaan. Helaas, de realiteit is anders. Nog steeds kunnen we elkaar niet bezoeken. Nog steeds kunnen we onze geliefden niet onbekommerd omarmen. Dit jaar leven we 76 jaar in vrede en vrijheid. En vrijheid is een beladen begrip geworden. Toch is ons leven niet te vergelijken met landen waar oorlog woedt en waar corona iets is wat erbij komt bovenop alle ellende die mensen te verduren hebben. Want oorlog is een pad vol scherven. Je komt er nooit ongeschonden uit. Dat besef houden we levend. Dat besef moeten we levend houden. Dat besef kunnen we levend houden door jonge mensen te betrekken bij herdenken. Daarom hebben we twee inwoners van Ede, oud en jong, gevraagd wat herdenken voor hen betekent. En waarom we moeten blijven herdenken. Herdenken in het algemeen is gewoon opnieuw denken aan. En wel aan de tijd dat we onder dictatuur zaten. En geen vrijheid hadden. En vrijheid is een bijzonder groot goed. Vandaar dat het toch belangrijk is om slachtoffers te herdenken. Omdat we dat niet vergeten wat voor moeilijke tijden dat waren. En hopelijk nooit terugkomen. Op 4 mei ging ik vroeger altijd in mijn scoutinguniform bij het mausoleum staan om de 2 minuten stilte in een mooie kring zo af te sluiten. In die 2 minuten kan je alleen maar nadenken over de bovenmenselijke moed waarmee andere mensen hun leven hebben gegeven. En daar sta je dan wel een poos bij stil, dat komt wel binnen. Voor mij persoonlijk, daar heb ik persoonlijke herinneringen aan. Er ligt bijvoorbeeld een korporaal hier, korporaal Thomas, die is van een tank afgeschoten in Ede-West, langs de spoorlijn, door Holland SS. En de kapitein van die afdeling tanks was een Canadees uit Vancouver, Captain MacDonald. En die heb ik persoonlijk ontmoet na de oorlog. Die heeft persoonlijk op dat graf een bloemstuk gelegd in bij het van de burgemeester. Hij nodigde mij en mijn vrouw uit voor een etentje in Warnsborn. Aan het eind van het dinertje zei hij, nou Evert, dit is de laatste keer dat ik in Europa kom en in Nederland. Hij was boven de 75. Hier heb je mijn beret en hier heb je mijn medailles. Wees er blij mee. Nou, dit is deze beret. Vandaar dat ik hem opgezet heb. Dit was de beret van MacDonald, van de Ede Hussars. Ik denk dat jonge mensen zeker betrokken moeten blijven, omdat onze generatie later de generatie is die vorm gaat moeten geven aan het land. En dan moeten we ons zeker bewust zijn van de gevolgen die onze daden hebben. Want de zwarte zijde van de mensheid die heeft gezorgd voor de Tweede Wereldoorlog, die moet nooit herhaald worden. En we moeten natuurlijk ook gevoelig zijn voor de littekens die onze opa's en oma's nog altijd meedragen. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons persoonlijk, maar ook voor ons land. En nog veel groter getrokken de hele wereld, dat we met z'n allen bewust zijn van de gevolgen van onze acties. Dodenherdenking 2021. Ik sta hier op een bijzondere plek, bij ons mausoleum. De plek waar 44 namen getuigen van moed. 44 verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Op deze dag lezen we elk jaar hun namen voor. Laten we ze nooit vergeten. Laten we ze eren. Simon van de Bent. Abraham Dubois. Gerrit Boonzaaier. Steven Boonzaaier. Marinus van den Born. Lammert Braafhart. Hendrik Brouwer. Hendrik Dorrestein. Lambertus van Elst. Adriaan den Engelsen. Cornelis Garretsen. Pieter de Geest. Dirk van Gestel, Arie van Hoek, Christian Hollebrands, Frederik Jansen, Johannes Kelderman, Emiel Kerkhoven, Leonard Lambert, Maarten Luchthart, Jan Mekking, Pieter Merlijn, Hendrik van der Meen, Willem van der Meen, Ferdinand Romboud, Petrus Romboud, Volkert Roosjen, Peter Rozenboom, Jan Schouten, Piet Smit, Aart van Steenbergen, Albertus van Steenbergen, Martijn van Steenbergen,
Abraham Streefland, Arjen Thomassen, Gijsbert Thomassen, Rijk Tichelaar, Pieter van Vark, Egbert Veen, Barend Veenendaal, Elbert Veenendaal, Cornelis Verduin, Hielke van Vliet, Karel Wijmar. Dodenherdenking 2021. De wereld is in de greep van de pandemie, nog steeds. Het bracht ons bezinning, het bracht ons saamhorigheid, het bracht ons nieuwe inzichten. Maar het bracht ons ook verdriet en eenzaamheid. En dan denk ik aan de verzetstrijders achter mij. Hoe moet dat zijn geweest? Opgepakt en eenzaam achtergelaten in een cel, wachtend op het onvermijdelijke, op de dood. Niemand zou eenzaam moeten sterven. Nooit mogen we vergeten hoe belangrijk vrijheid is. Vrijheid, het woord dat nu veel wordt gebruikt. Het staat voor mij nog steeds voor de bevrijding van Nederland. Zij, de geallieerden en verzetshelden, hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van ons allemaal. Daarom herdenken we vandaag. Daarom zijn we om 8:00 twee minuten stil. Daarom leg ik vandaag een krans. Opdat we nooit vergeten.